Huis is gemaakt in 1931 voor Marjan Drucker te Alkmaar. Daar zij uit Duitse gevangenschap niet terugkeerde, kwam het in bezit van haar nicht Jetty Drucker in Hilversum. Daar deze naar Amerika vertrok, kwam het weer in mijn bezit en gaat het nu naar Ingrid Edert op 5 december 1953 te Arnhem. Hopende dat zij er heel veel plezier van mag hebben. H. Meijer, Henk Meijer, Amsterdam. Ik was dus in de veronderstelling dat ik het van Sinterklaas kreeg. En ik heb pas jaren later, wanneer weet ik niet precies, heb ik te horen gekregen hoe het precies zat. Dat wil zeggen dat mijn oom het gemaakt had en dat het voor een ander meisje was geweest. En dat die na de oorlog niet meer terug was gekomen uit gevangenschap. En zodoende heb ik het op een gegeven moment gekregen. Ja, ik heb er heel veel mee gespeeld. Vriendinnetjes kwamen ook natuurlijk, want het was een mooi poppenhuis en we speelden er samen mee. En dat had natuurlijk verschillende afdelingen, dus ze gingen van boven naar beneden de poppetjes en er werd gekookt in het keukentje en gegeten in de kamer. En zo allerlei dingen, daar hebben we heel veel plezier mee gehad, ja. Maar ja, toen ik op een gegeven moment geen kleine kinderen meer om me heen had die ermee konden spelen, toen stond het maar in de kamer en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, daar kunnen beter andere mensen ook wat aan hebben. En daarom heb ik het toen weggegeven aan het museum in Breda. Ja, dan neem je automatisch over, hè? Dit poppenhuis komt op ons pad, toevallig, met een heel verhaal, heel de geschiedenis erbij. Het poppenhuis, dat kon je ook zien, daar is met hart en ziel door iemand aan gewerkt. Die heeft niet zomaar een poppenhuis ingericht, maar die heeft iets gemaakt voor een meisje wat hij kende. En ja, zijn eigen meubeltjes zitten erin, dus er zit iets eigens in. En het is hier eigenlijk één grote film voor veel mensen. En die zien de hele jeugd zo, ja, jeugd tot een stuk van de leven voorbij komen. Want Ingrid Elert, die had 4 poppenhuismusea gebeld en niemand wilde het hebben. Totdat ze bij ons terecht kwam en dat is hier weggezet. En dat heeft hier een aantal jaren gestaan. Totdat iemand hier was van het Joods Historisch Museum. En die vroeg aan ons, weet je eigenlijk voor wie het gemaakt is? Want Ingrid Elert, voor welk meisje? Want Ingrid Elert had gezegd van, het is gemaakt voor een Joods meisje. Nou, en toen zijn we gaan kijken, ja, wie is dan Marjan Drucker? Zijn we eerst op internet gaan zoeken. Toen kwamen er haar boekjes tegen, haar verslagen vanuit Alkmaar. En ik ben meteen in contact gaan zoeken met het archief in Alkmaar. En toen kwamen we erachter wie de maker van het poppenhuis was. En die bleek dus dat hij geëmigreerd was naar Canada. En toen zijn we gaan zoeken wie dat dan is. Via Ingrid Elert hebben we een telefoonnummer gekregen. Zijn we gaan bellen, we hebben zijn e-mailadres te pakken gekregen. We hebben digitale foto's gemaakt van het poppenhuis. En die hebben we naar Canada gestuurd. Maar de maker bleek inmiddels overleden te zijn. Dat is natuurlijk de zoon ook, die was het jaar daarvoor overleden, dus nog maar heel kort, vinden we heel jammer. Maar die kleinzoon die leefde nog. En die kleinzoon die mailde ons ook van dat hij een tsunami aan emoties over zich heen kreeg toen hij die foto's zag. Want het was het oude interieur, het was het interieur van zijn opa. Die opa had zijn eigen interieur in miniatuur nagemaakt. Wij zijn in gesprek geraakt met het museum in Breda en we hebben aangegeven, we zouden het ongelooflijk mooi vinden als het poppenhuis naar Alkmaar kan komen. Weer thuis voor even. En het is belangrijk voor de Alkmaarse Joodse gemeenschap. Het is belangrijk voor Alkmaar als samenleving. Maar het is ook voor het museum belangrijk. Het is een museaal object met een grote historische en emotionele waarde. Het vertelt op een hele indringende, maar ook hele toegankelijke, sympathieke manier het verhaal van de Joodse gemeenschap in Alkmaar. Wat we hier zien is het interieur, alle objecten die in het poppenhuis van Marjan Drucker staan en liggen. Een prachtige verzameling van objecten zoals meubeltjes uit de tijd van de bouw, van het maken van het poppenhuis, dus 1931. Maar ook latere toevoegingen. Het is een poppenhuis waar altijd mee gespeeld is. En dat zie je ook. Maar het mooie is dat wat je ziet heel erg is
een heel art deco inrichting, oorspronkelijk uit de tijd van, nou zeg, omstreeks 1930. Dus in die tijd heel erg modern. Je ziet het aan het slaapkameramubilement, aan de stoeltjes, het textiel dat gebruikt is, de buffetkast. Dus in dat opzicht ook een heel mooi tijdsbeeld van een interieur medio 1930. Het is een Amsterdams grachtenhuis met 4 verdiepingen, smal en hoog. Andere persoonlijke details, bijvoorbeeld een schilderijtje van landgoed Nijenburg. Dat viel ons meteen op. We zeiden, dit moet Nijenburg zijn. En Nijenburg ligt in Heilo, vlakbij Alkmaar. En Marjan is opgegroeid in Alkmaar. En iedereen kent landgoed Nijenburg. Dus dat is heel erg leuk. Dat geeft het ook een soort lokale, regionale betekenis en context. Marjan Drucker, geboren 19 november 1929. Een intelligent kind. Heb ik zo uit alle brieven en uit alle informatie weten op te diepen. Een warm kind, een geliefd kind, een sociaal kind. Zij was het absolute middelpunt van de familie Drucker. In de jaren 90 ben ik bij het archief komen te werken. En we hebben een collectie documentatie Tweede Wereldoorlog. En toen was er een enorme aanvulling en ik heb die aanvulling geïnventariseerd, hè, geordend en beschreven. En toen stuitte ik dus op de collectie van de familie Drucker. En dat bestond toen uit 3 schriftjes, als ik me niet vergis. En wat hielden die schriftjes in? De schriftjes hielden in, dat waren de herinneringen van meneer Drucker tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het is iemand die de wereld ziet. Hij beschrijft eigenlijk gewoon alle ontwikkelingen rondom hem heen met een fijnzinnige pen. En het is iemand die heeft oog voor de zaak. Bram Drucker was een zakkenhandelaar. Kwam geboren in Zaandam en via Schagen is hij in de jaren 20 in Alkmaar terechtgekomen. Hij heeft daar een bedrijf, een florerend bedrijf opgezet. Je merkt wel uit de reacties van dienstbodes die dan ooit bij de familie Drucker hebben gewerkt. Dus dat moeder Drucker wel iemand was die de broek aan had, bij wijze van spreken. Dus dat maakt eigenlijk zo'n familie Drucker, daar hebben wij eigenlijk heel veel van in huis. En ook volledig. Het is niet een fragment van een bepaalde tijd. Nee, we weten inmiddels dus van die familie heel veel. En ja, dat zullen we dan ook zien in het album. En ook aan de hand van de schriftjes. Dat heeft niet alleen geleid tot tot de enige publicatie. Ik heb er zelf nog wat over geschreven. Maar dat heeft ook geleid tot een tentoonstelling. Hier in de synagoge in Alkmaar. Van 1808 tot 1942 is het een bloeiende gemeenschap geweest met rabbijnen en voorzangers en leraren. Je had hier een synagoge, je had hier een geider. Het geider was de leerschool voor de kinderen waar ze de Joodse lessen kregen. En hiernaast woonde dan de rabbijn samen met zijn vrouw en de kinderen. En in 1997 heb ik de Stichting Alkmaarse Synagoge opgericht met het doel om de voormalige, toen was het dus de voormalige synagoge, weer in ere te herstellen. Ja, uiteindelijk is dat gelukt. Ja, wat ik weet over de familie Drucker, dat ze dus wekelijks bij de bijeenkomsten waren, dat ze traditioneel leefden. Ze zijn hier getrouwd. En ze hebben hier een huwelijksinzegening gehad door rabbijn Abraham de Wolf. En de ketuba, dus de huwelijksakte, die hangt hier ook in de synagoge. 5 maart 1942, hè, dan worden de hele Joodse gemeenschap wordt gedwongen Alkmaar te verlaten en naar Amsterdam te verhuizen. Ze zitten daar in Amsterdam. En in het voorjaar van 1942 beginnen eigenlijk de massale transporten. De familie Drucker is zich er ook wel van bewust, als wij hier in Alkmaar blijven, dan is dat het einde. Dus toen is besloten om te zoeken naar een onderduikadres. Naar het eerste onderduikadres, dat was in Utrecht. Dat was niet zo'n groot succes. Ze keren terug naar Amsterdam. Toen is weer een nieuw onderduikadres gezocht in Gelderland. Daar hebben ze een tijdje gezeten.
Naar Gelderland keerden ze weer terug naar Amsterdam. En daar hebben ze 300 dagen op een bovenkamertje gezeten in de Tsaar-Peterbuurt. En vervolgens, dat hield dus niet langer vol. Dat was eind 43. En toen is door bemiddeling van een vroegere dienstbode van de familie Drucker, dat was Nelly Kleibroek, zijn ze dan terechtgekomen bij boer Kleibroek in Warmhuizen. Mijn moeder heeft bij de familie Drucker gewerkt als dienstmeisje. En later, dat het steeds krapper werd, mocht dat niet meer. Mochten er enkel nog Joodse meisjes bedienen. Dus moeder moest weg. En die is toen naar een klooster gegaan. Om daar een beetje te kokkerellen, een huishoudster. En daar vandaan heb ze evengoed nog wel contact gehouden met deze genen. En op een eind zeiden die mensen van, de familie Drucker hebben het zo beroerd daar in Amsterdam. Want ze hebben een kamertje van 3 bij 2 meter of zoiets. En ze mag overdag niet lopen, want de bewoners die zijn weg. En als de buren voetstappen horen, denken ze dat er wat is. Dus ze moesten gewoon heel stil wezen. Nou, die familie heeft er een heel jaar gezeten. Maar het kwam tot zover hun nek uit natuurlijk, want dat is geen leven. En toen kwamen ze weer bij moeder terecht. En toen vroegen ze, wil je het niet aan je vader en moeder vragen of ze daar misschien heen mogen? Nou, dat heeft moeder toen gedaan. En die is toen daar gewezen vragen. En laat ze hier maar komen. laat ze hier maar komen, die mensen, als ze het zo beroerd hebben. Ja, mooi. Ze waren een beetje van de bewoonde wereld af eigenlijk. Ze woonden beneden een dijk. En je moest er bij Wielwaaijong moest je er heen lopen, want je kon niet zomaar het pad op komen. Meneer Drucker die hielp met de koeien en de geiten. En Marjan die was met de poes en die gaf de geiten voer. En de moeder Drucker die hielp in de huishouding. Van wat er van zo'n klein gezinnetje was natuurlijk. Dus. Maar ze waren lekker bezig en ze kwamen helemaal tot rust. Ja, het is 15 mei 1944 en dan is de grote razzia van Warmhuizen. Toen is heel Warmhuizen omsingeld door zo'n 500-600 Duitse soldaten. En toen zijn ze op zoek gegaan naar arbeidskrachten. Maar het is nog niet bewezen, maar ja, ik heb zelf het sterke vermoeden dus dat men ook wel is getipt dat er bij de familie Kleibroek onderduikers zaten. Ze zijn daar eerst op die 15 mei het erf op gegaan. Toen hebben ze een klein onderzoekje gehouden. Vader Drucker, moeder Drucker, Marian hebben zich toen waarschijnlijk verborgen. Er is niets gevonden. Ze zijn weer teruggegaan. En dat was natuurlijk een tactiek van de Duitsers. Die keerden na verloop van tijd gewoon weer terug. Toen is er waarschijnlijk een kleine paniek uitgebroken. Is de familie naar boven gegaan. Hebben zich verscholen achter wat hooi. Achter wat hooibalen. Het schijnt zo dat Marjan bang was van een muis. En die begaf een gilletje. En zodoende hebben ze ze gehoord. En toen was het zo voor elkaar natuurlijk, ja. Vervolgens zijn ze afgevoerd. Boer Kleibroek die is via Amsterdam in kamp Vught gekomen. Die heeft het overigens ook niet overleefd. De familie Drucker die is via Westerbork op 4 september 1944 zijn ze naar de vernietigingskampen gebracht. En uiteindelijk in oktober 1944 in Auschwitz vermoord. En ja, ik heb mij dat nooit als kind nooit zo erg gerealiseerd. Als volwassene heb ik dus later te horen gekregen de geschiedenis erachter. Maar ook toen ben ik daar nooit zo heel erg op ingegaan. Want ja, het was allemaal zo lang geleden. Hè? En wij hadden eigenlijk geen contact met Joodse mensen. Kwamen daardoor ook niet heel veel met die al die zaken van de oorlog in aanraking. Je hoorde er wel eens wat van en vond het erg vreselijk, maar ik heb dat verband nooit zo heel erg gelegd. En eigenlijk pas nu dat het dat je er verder over gaat praten en erover hoort meer, ja, gaat het toch meer tot je doordringen eigenlijk. Er is een Joods gezegde dat als je zegt van zolang wij herinneren, blijven zij voortleven. En alleen daarom al is het belangrijk om te herinneren.
Weet je wat ik eigenlijk ook wel heel erg belangrijk vind, is dat van zo'n meisje en van die familie alles nagenoeg verdwenen is. Ja? En dat wat mensen bewaard hebben in de familie, dat dat toch een poppenhuis is geweest. En dat vind ik wel heel mooi, want dat je iets maakt voor een kind met jouw vakkennis en jouw ambacht, dat in al die 80 jaar niemand dat heeft weg kunnen doen. Nou, ik denk dat dat ook komt omdat mensen ook het besef hebben dat het toch stille getuigen zijn van iets belangrijks. Want dat is het eigenlijk, en zo'n poppenhuis ook. Het zijn toch ja, zichtbare getuigen en herinneringen. Het mooie van dit soort objecten is dat het de geschiedenis voor het publiek heel dichtbij brengt. Het maakt het persoonlijk. En dat persoonlijke verhaal spreekt heel erg aan. Dat is soms makkelijker om via een poppenhuis het verhaal over de Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog te vertellen, dan wanneer je hele reekse boeken hebt met allerlei historische verhandelingen. Dus het is een object met een grote verhalende en symbolische waarde. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Kijk, ik hou me eigenlijk ook al, wat ik al zei, van sinds de jaren 90 komt de familie Drucker op mijn pad. En op het pad van het regionaal archief Alkmaar. En dat wordt steeds vertrouwder en vertrouwder. En ik heb ook wel dus, ook naar aanleiding van de inrichting van de tentoonstelling, hè, dus dat je dan alles probeert volledig te maken, hè, met de onderschriften en de informatie. En dan gaat zo'n familie nog meer voor je leven. En wat ik inderdaad al eerder tegen je zei, van de familie Drucker zit bij wijze van spreken bij ons thuis aan tafel. En dat is, dat krijg je. Je hebt er een band mee.